Welkom bij de opening van de Week van de Veiligheid. Welkom in de Johan Cruijff Arena. Ik vind vandaag, deze week, vind ik zo belangrijk omdat al die partners in het netwerk elkaar hier zien, elkaar treffen en ook samen de schouders eronder willen zetten. Wij merken als politie hoe belangrijk het is om tegen de bestrijding van cybercrime preventief op te treden. Eigenlijk is het een heel bijzonder moment in tijd. Want als geen ander moment in de afgelopen decennia zien we hoe belangrijk het is dat het allemaal goed werkt. Omdat heel veel ondernemers, net als ik zelf, in de veronderstelling zijn dat ze hun cyberveiligheid goed geregeld hebben. Onwetend hoe kwetsbaar dat ze zijn. Wat mij zo opviel vanochtend was het individuele verhaal van een ondernemer die zijn zaakjes behoorlijk goed op orde had. Hoe een cyberaanval je hele onderneming als een kaartenhuis in elkaar kan vallen. En met name wat voor impact het op zijn hele leven heeft gehad. Niet alleen het faillissement, maar ook op het gebied van relatie en gezondheid. De reacties op mijn verhaal, dat mensen vinden dat ik me zo kwetsbaar opstel en dat ik dat durf te vertellen, dat ik denk maar 50% van MKB Nederland heeft hiermee te maken, 95% krijgt ermee te maken. Hoezo moet hier schaamte zijn? Wat mij opvalt aan deze dag is dat we juist op zoek zijn naar een praktische invulling van cybersecurity. Maar het is ook heel erg belangrijk om aangifte te doen. En dat wordt niet in alle gevallen gedaan, omdat bedrijven eigenlijk het als hun eigen probleem beschouwen. Maar meld het bij de politie, doe aangifte en zorg dat de politie in staat is om daders op te sporen. Ondernemer kan het niet alleen, het onderwijs kan het ook niet alleen, de overheid kan het ook niet alleen. Ik vond het erg inspirerend om de verschillende partners te horen. Uiteindelijk is het toch niet iets wat de ondernemer zelf moet doen. Het gaat over de hele keten en dat geldt ook eigenlijk voor de partijen die ondersteuning moeten geven. Ik denk dat we hier allemaal samen over moeten praten om dit het hoofd te bieden.